Voilà, onze gastheren hebben ons vanochtend pretzels gebracht. Dus dan gaan we hier eens ontbijten, hè? Fantastisch. Ah. Dus van hier komen uw grasmatten, als je ooit al grasmatten besteld hebt. Gewoon een boer die matjes is aan het maaien, rolletjes maken. Tractor dat erachter rijdt met de impact dingen. Nog wel zot. Snechten niet vuil. Waarom hebben we een meertje gevonden? Alle 3, 2, 1, let's go! Oh, dat is hier al diep. Voilà, het is middagpauze. We hebben ons wel een leuke speeltuin gevonden. Merten is juist gaan spelen met het water. Ja. Voilà. Al 50 kilometer gedaan, denk ik. 52. Het is warm. Hallo, hallo. Tijd voor fun facts. Ah, ja, ja, weer al. Ja, dus we zitten hier dicht bij de Rijn en je ziet hem nu niet. Maar we komen eigenlijk van een stukje waar dat de Rijn een meter per kilometer daalde, hè, tussen de Vogezen en het Zwarte Woud. Maar omdat dat hier veel vlakker is, ja, daalt dat hier maar 10 centimeter op een kilometer. Dus ja, we zijn gewoon plat aan het rijden. Ja, de speeder is naar de winkel geweest, wel met een hongertje, want we hebben nu wat aardbeien om te eten. We hebben chicken nuggets om straks als voorgerecht te eten. En als we na ons eten nog honger hebben, hebben we ook nog een volledige zak chips. Allee, yummy yummy. Pieter is daar dus in de verte aan het vragen of we hier mogen staan en wat teruggewezen van persoon tot persoon. Dus ja, hopelijk goed nieuws. Alright, dus we hebben weer een plaatsje gevonden voor onze tent. En we dachten we gaan hier koken, maar we hebben een betere plaats aangeboden gekregen. Voilà. Hier is Signor Merten klaar om chicken nuggets te bakken en een hele maaltijd met een biertje dat we gekregen hebben. Fantastisch, hè? Ies, we zijn echt aan het frituren gewoon. Ons eten is gereed, dat is hier een puree gehakt groentemix.